Hé, hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Malt with Menno. Laten we beginnen! Deze video gaat over kijklijnen. In deze video ga ik je laten zien wat kijklijnen zijn en ik ga je laten zien hoe je ze kunt gebruiken om een vraag te beantwoorden. Ik ga het allemaal doen aan de hand van een voorbeeld. En dat voorbeeld zie je hier staan. Het gaat over een boer. En die boer staat in een weiland met schapen en een schuurtje. Dat zie je hier in de tekening. Je ziet hier de boer staan. Hij staat op het weiland. Je ziet allemaal schapen en in het midden zie je een schuurtje. En omdat dat schuurtje hier staat, kan hij een deel van de schapen niet zien. En de vraag is: hoeveel schapen kan de boer zien? Dus we moeten erachter zien te komen hoeveel schapen hij wel kan zien, ondanks dat dat schuurtje hier in het midden van het weiland staat. Hoe gaan we dat doen? Nou daarvoor gaan we gebruik maken van kijklijnen. En kijklijnen, dat zijn lijnen die je tekent vanaf iemand zijn ogen langs objecten die in de weg staan. Dus je ziet hier dat schuurtje, dat schuurtje staat in de weg. Wat we nu gaan doen is we gaan een kijklijn tekenen. Die begint dus bij de ogen van de boer. En die loopt dan langs de hoeken van het figuur wat in de weg staat. Dus bijvoorbeeld de hoek die je hier ziet, daar langs teken ik een kijklijn. En die kijklijn gaat er dan zo uitzien. Dus je begint met je lijn in zijn ogen. Dan teken je hem langs dat hoekpunt. En dan teken je hem helemaal recht door tot het einde van het figuur. Dat kun je nog een keer doen. Je hebt hier zo rechts onderin ook zo'n uitstekend hoekpunt zitten. Net als hier bovenin. En ook daar langs kun je een kijklijn tekenen. En die gaat er dan zo uitzien. Hierachter is nu een gebied ontstaan. Dat gebied heb ik nu even zwart gearceerd. En dat is het gebied wat de boer niet kan zien, omdat dat gebied zich achter het schuurtje bevindt. En dat gebied heb ik dus gekregen door te kijken naar die kijklijnen. En het stuk daartussen kan hij nu niet zien. Hoeveel schapen kan hij wel zien? Nou, dit zijn er 4, die kan hij wel zien. En hier hebben we er nog 6. Dat zijn er in totaal dus 10. Dus het antwoord op deze vraag is 10. En dat weten we dus dankzij de kijklijnen. Dus je tekent een kijklijn vanaf iemand zijn gezicht en dan langs de hoekpunten van zo'n figuur. Je hoeft dus alleen maar de hoekpunten te tekenen die zo aan de rand zitten, want die zorgen ervoor dat je een stukje niet kan zien. Nou, hoeveel kan hij er wel zien? Alles wat daar buiten ligt, dat zijn er dus 10. En zo kun je dat dus doen met behulp van kijklijnen. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!